Norbert Puk zit vast in de oude put. Norbert zit vast in de put bij het wandelpad. Zo snel als je kunt erheen, Sam. Misschien zit hij zonder eten. We kunnen het frame niet gebruiken om ons te laten zakken. Die staat nog op de oevertoren. We hebben geen tijd meer om die te pakken. Dan zul je in de put moeten abseilen, Sam. Succes, man. Hier, Norbert. Hier heb je wat vitamine. Oh, dank je, Bob. We zijn er bijna. Daar is Sam. Hij is er. Haal hem eruit, Sam. Oh, alsjeblieft. Natuurlijk doen we dat, Diewertje. Oké, Jenny. Maak het touw vast aan die paal daar. Ik kijk bij Norbert. Oké, Norbert. Ik kom abseilen de put in om je te halen. Okido, Sam. Doe je wel voorzichtig, Sam. Oh, wat is hij toch dapper. Laten vallen. Laat dat maar zitten, Norbert. Wat deed jij daar in die put, Norbert? Het spijt me, mam. Ik kon niet wachten tot mijn verjaardag voor een nieuw skateboard. En toen ik hoorde dat de put vol met centen lag, dacht ik, dan koop ik daar een nieuwe van. Oh, wat ben jij toch een ongeduldige jongen, Norbert Puk. Ik weet het. Sorry. Maar mam, ik was ook zo gek op mijn skateboard. En daarom kocht ik dit. Wow! Dankjewel, Klaas. Maar op 2 voorwaarden. Niet spelen in de put. En niet skaten in de winkel van je moeder. Dat is goed. Ik beloof het. Hé, doe nou. Wat heb je nou precies gewenst, Klaas Kozijn? Ik wenste dat je broodjes kaas had gemaakt voor de picknick. Ik hou niet zo van leverkaas. Oh. Je kunt het, Elvis. Doe het maar. Ik hang je maar wat rond met daar beneden de grond. Met mijn helm goed op, val ik zo op mijn kop. Ja! Ja! Uitstekend gedaan, Elvis. Het is een nare dag. Sinds de zon voor me scheen, viel ik eerst in bad, toen over de kat. En toen brok ik mijn been. Wat? Brandweercommandant Staal zit ook met zijn hoofd vast in een hek. Maar Sam en Jenny zijn nog niet terug. Ik ben de enige hier. Ik kan helemaal niks doen. Ofwel, iemand is in nood. Ik moet toch iets kunnen doen. Tuta, 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 tuta. Hé, hey, dat zal je hem hebben. Dat is Elvis. Crispijn. Meld me voor dienst. Klaar en beschikbaar. Oh, grutjes. Geen probleem. Ik heb je er zo uit. Klaas, pak de pneumatische pomp. Hij ligt achter in Venus. Oké, Elvis. Vrouwen en kinderen eerst, hè? Oh, mijn kleine engel. Je bent weer veilig. Kun je me dan nu bevrijden van mijn moeder? Oh, nou, ja, dat heb je prima gedaan. Uitstekend. Laten we dit wel onder ons houden, hè, Crispijn? Okido, brandweercommandant Staal. Alles in orde? Oh ja, alles is prima. Dankzij Elvis. Hij is een held, Sam. Wat een fantastische brandweerman. Brandweerman Crispijn is altijd klaar en beschikbaar, Sam. Zelfs met een gebroken been. Heeft
de noodfakkel gezien, Sam? Iemand zit in nood bij de rotswand. Tom gaat er naartoe met de helikopter. Gelukkig zeg, daar is Tom al. Daar is brandweerman Sam! Het is Jenny! Ze zit vast op de rots! Je moet haar helpen! Rustig maar, Mandy. Het komt goed. Tom, laat het harnas zakken. In orde, Sam. Komt er al aan. Let maar op. Oké, Tom. Nu omhoog. Rustig. Hoera! Nee! Goed gedaan, Sam. Wat een geluk dat jij deze fakkel hebt gevonden, Mandy. En goed dat je hem niet hebt afgestoken. Gefeliciteerd, Mandy. Je bent een held. Nou, ik heb direct tegen haar gezegd dat ze hem niet moest afsteken. Echt waar. Ik zeg maar zo, het is tenslotte geen vuurwerk. Wat ik nog steeds niet snap, is hoe die fakkel hier nou is verdwenen. Het is een compleet raadsel, vind je niet? Dat is het antwoord op jouw raadsel, Tom. Snuffy houdt echt van slepen. Nou, ontzettend bedankt, Sam en Jenny. Ik wist niet dat de composthoop zo gevaarlijk kon zijn. Daarom heb ik Mark geadviseerd om hem om te scheppen en te laten afkoelen. Mark? Ja, dat klopt. Mandy zei het de hele tijd, maar ik wou niet luisteren. Ik was dus een beetje eigenwijs of zo. Maar hoe kon dat vuur nou uit zichzelf ontstaan? Toen Mark de pompoen plukte, bleef er een gat achter. De compost was al erg heet en toen de lucht in het gat kwam, ontstond het vuur. Het spijt me allemaal. Ik wilde zo graag dat het een groot succes werd en nu heb ik alles kapot gemaakt. Dat heb je niet hoor, pap. Ach, lievertje. Dus alle bloemen en planten zijn nog steeds intact, of niet? Oh ja, baas. Behalve mevrouwtje Tomaatje. Mooi. Dan gaan we het beoordelen. De winnaar is... de waterkers, gekweekt door Jaap en Sarah. Ja! Maar er is meer. Er is een extra prijs voor de grappigste inzending. De opplaktomatenplant in de brandweeremmer. Oh, nee. En wie heeft die prijs dan gewonnen? U ben ik bang, baas. Het spijt me heel erg, maar ik had een soort van een ongelukje. Een wat? Oh, Crispijn. Oh, daar is Sam! Sam, weer! We kunnen naar huis! Ik heb honger. Is iedereen in orde? Oh, Sam! Ik zat toch zo in mijn piepzak? Oké. We zetten je terug op de weg. Waar is Klaas? Hij ging hulp zoeken. Het is zo'n hel. Heeft hij de bus verlaten? Ik zal hem wel even bellen. Geen bereik. Klaas kan wel overal zijn. Elvis, maak jij de sleepkabel vast aan de bus? Dan bel ik Tom. Okido, Sam. Tom, hier Sam. Klaas Kozijn is nog buiten. We hebben je nodig om hem te vinden. Geen probleem, Sam. Maar ik moet wel iemand hier bij me hebben. Ik help je graag, Tom. Oké, Sam.
We zijn er klaar voor. Maar nu nog de chauffeur. Ik heb een hond. Een hele grote, hoor. Woef, woef. Oh, tijger. Wat doe jij nou helemaal hier? Daar. Daar beneden. Hij zit vast in het moeras. Goed gezien. Ik denk dat je moet neerlaten met de dubbele harnas, Sam. Ik ben er klaar voor, Tom. Alles goed, Klaas? Ja, tijger hielp me gezelschap. Ik had beter moeten luisteren en bij de bus moeten blijven. Nou, jullie zijn in ieder geval ongedeerd. En ik denk dat we het wilde beest van Piekepolder ook hebben gevangen, hè, Norbert? En nu naar huis. Klaas, waarom kom je niet bij mij en Norbert eten? Dat klinkt goed, diewertje. Ontploffen. Goed gezien, Elvis. Hou iedereen op veilige afstand, dan gaan wij nu blussen. Komt in orde, Sam. Mensen, achteruit allemaal. Jenny, hou het water op de gasfles om hem koel te houden. Terwijl ik de rest van het vuur blus. Is goed, Sam. Dat lukt wel. Zo. Onder controle. Mag ik even kijken of er misschien nog worstjes over zijn? Of garnalen, brandweerman Sam? Sorry, Norbert. Gasflessen kunnen nog heel lang heet blijven. Het is daar voorlopig nog niet echt veilig. Oh. Dan moet ik de rest van mijn worstjes maar mee naar huis nemen. En ik moet al mijn garnalen mee naar huis nemen. Maar ik heb zo'n honger. Ik heb niet eens wat geroken van die worstjes of die garnalen. Zet de volgende keer de barbecue niet zo dicht onder de boom. En misschien ook ietsje minder houtskool. Oh, je hebt gelijk, Sam. Ja, ja, het is ook mijn fout, Klaas. Ik heb me een beetje laten gaan. Nu proeft niemand mijn lekkere worstjes. En mijn garnalen ook niet. Wacht eens even. Dat olievat brengt me op een idee. Alsjeblieft, een barbecue. Perfect voor worstjes en garnalen. Maar die moeten jullie wel samen gebruiken. Geen probleem. Bedankt, brandweerman Sam. Zeg, eerlijk is eerlijk. Die worstjes van jou ruiken heerlijk, Klaas. Anders jouw garnalen wel. Hé, hey, zullen we samen gewoon de barbecue-kampioen van Piekepolder zijn? Ha, knallend idee, man. Oh, zijn die vosjes nou eindelijk klaar? Als alles maar goed gaat met Mark, we moeten samen nog een duet zingen. Maak je niet druk, Elvis. Er is vast niks met hem aan de hand. Kom maar mee. Goed, zit hij hierachter? Oké, Mark, ga zo ver mogelijk achteruit. Ik sla de deur in met mijn bijl. Ga je gang, Sam. Tijger, spring hierin, dan blijf je droog. Ga je het water niet afsluiten? Of eerst de pomp halen? Eén ding tegelijk. We moeten eerst weten of Mark wel veilig is. Mark, ben je ver genoeg weg van de deur? Ik denk het wel, Sam. Pak mijn hand, Mark. Bravo, Sam. Ah, tijger is gered. Je bleef heel rustig. En je deed één ding tegelijk. Oh. Ik wou dat ik dat gedaan had. Dan had ik nou niet zo'n troep gemaakt. Geef niet. Je bent weer veilig.
Ja, dank je, brandweerman Sam. Kom op, Mark. Laten we ons duet gaan zingen. Wacht eens even, Elvis. Eén ding tegelijk, weet je nog? Ja, ik ga de hoofdkraan afsluiten. Elvis, ga mee de pomp halen om al het water weg te pompen. En ik moet nog een dametje in nood uit de kast halen. Daarna kunnen we allemaal naar de kade om naar Elvis en Mark te luisteren. Flip, flop, ik voel me weer top. Flop, flip en ik voel me tip. Flip, flap, zing ik hier voor de grap. We doen de flip, flap en de flip, flap, flop. Hoera, hoera, goed zo, jongens. Ik bedoel, goed zo, mannen. Het is goed. Je bent zo weer terug waar je thuis hoort. We gaan beginnen, Mandy. Koppel het harnas. Doeg hoor, kleine walvis. Dank je, Tom. Komt het wel weer goed met hem, Sam? Vast wel, nu die weer thuis is waar hij hoort. Graag gedaan, Mandy. Oké, Mandy. Laten we naar mijn huis gaan en kijken wie de meeste zeebeestjes heeft. Alsof we dat al niet weten. Wat willen jullie doen? Nou, maar ze kunnen toch niet praten, Mandy? Hoe weet jij dat nou? Daar gaan jullie. Terug naar waar jullie horen. Hallo? Ik ben nog steeds de winnaar, oké? Wat jij wilt! Eindelijk! Een mooie foto van de Piekenpolder Brandweerbrigade. Sorry allemaal. Ik geloof dat het rolletje vol is. Maar je had er vanmorgen toch een nieuw rolletje in gedaan? Waar heb je dan allemaal foto's van gemaakt, Klaas? Nou, ik heb foto's gemaakt van... Er is telefoon. Wacht! Ik heb nog geen opdracht gegeven. Dit wil ik wel eens uitproberen. Daar ben je weer, Sam. Wauw. Kijk toch eens. Wat een rook. Het ruikt of er wat schroeit. Elvis, schakel de stroom uit. Oké, Sam. Toch jammer dat niet alle branden zo lekker ruiken, hè, Jenny? En, heb je al je klusjes gedaan, Sam? Nee, nog niet. Maar ik heb Mark van het dak gered, een rijdende bus gestopt, Norbert uit het cement gehaald, met de skateboard helemaal naar de kazerne geskate om alarm te slaan en ik heb een brand geblust. Dus daarom hadden we hier vandaag helemaal niks te doen. Ja, Sam heeft alles opgeknapt. Ach, je weet wat ze zeggen. Een goede brandweerman heeft nooit een vrije dag. Oh, Sam, we hebben het er even over gehad. Omdat jij op jouw vrijdag ons geholpen hebt, willen we jou nu helpen. Ik schilder je voordeur, Sam, met alle plezier. En ik doe al het strijkwerk. En Norbert hier gaat de tuin schoffelen de komende 3 maanden. Mam! Dat is geweldig. Dank jullie wel.
Brandweerman Sam, krijg ik nu mijn skateboard weer terug? Je skateboard? Was ik door alle opwinding vergeten. Weet je, ik ren terug naar de kazerne. Oh, help me! Ik kan niet stoppen! Zoals ik al zei, een goede brandweerman heeft nooit een vrije dag. Rustig, commandant. Ik kom u redden. Ja. Norbert en Mandy in de problemen? Oh. Radar is alleen teruggekomen bij Nelly Voet. Nelly denkt dat er een ongeluk heeft plaatsgevonden. Radar kennende, is dit vast ernstig. Zeg tegen Nelly dat ze radar daar houdt. We zijn er zo. Wow, dat ging net goed. Zouden die schapen misschien met het ongeval te maken hebben? Weet je ook waar Mandy en Norbert naartoe gingen, Nelly? Mandy had het over de wei. We moeten radar volgen. Ik neem de ambulance voor als er iemand gewond is. Dus van Mark. Goed gedaan, Radar. Goed gedaan. Mark, is alles goed? Oh, alles is goed, Nelly. Ik kan er alleen niet uit. Wist jij al dat die deur klemt? Oh, Mark. Oké, allemaal ruim afstand houden. Jenny, ga met de brandslang bij de bus staan voor het geval die in brandbocht vliegen. We moeten je losknippen, Mark. Jenny, pak de superkniptang. Wat is er gebeurd? Ik denk dat het iets met die loslopende schapen te maken heeft. Ja, ik heb geprobeerd om ze hun hok in te drijven. Met radar zeker. Ik zei toch, het is geen schaapshond. Weet ik. Kom, Mark. Geef me je hand. Oh, dank je, Sam. Jongen. Ik heb er toch zo'n spijt van. Ik wil de kazerne. En vertel ze over de schapen. En? Goed nieuws. Mark Voet had een ongeval, maar hij is gered. Goed gedaan, verrader. Hè? Wat een held. Sam zei ook nog iets over loslopende schapen. Zeg, baas, mijn hik, het is over. Mark zei al dat schikken zou helpen. Oh, nee. Er is brand bij Mark Voet thuis. Er is brand bij Mark Voet thuis. Ga er snel naartoe. Heeft het te maken met het kampvuur, commandant? Ik denk het wel. Ik vrees dat het te hard ging. We zouden er na het werk toch naartoe gaan, hè, baas? Ja, dus dan kan ik net zo goed meegaan, is niet? Sam! Is het kampvuur, Mark? Nee, het is in de woonkamer. Gasmaskers op, mannen.
Alles onder controle. Gelukkig was het niet erg. Dank je, Sam. Bedankt, hoor, Sam. Hoe is het eigenlijk begonnen? Het was mijn schuld. Ik legde een doek over de pompoen, zodat het op het spook van Piekepolder zou lijken. Om eerlijk te zijn, liet ik de kaars branden. Laat nooit een kaars branden als je weggaat. En leg helemaal geen doek over een vlam. Het spijt me. Het was echt geen opzet. Ik wilde alleen maar de bankmakerwedstrijd winnen. Meer niet. Het was een ongeluk, Norbert. Geen zorgen. Maar het vuur heeft wel voor een hoop rommel gezorgd. Ik maak het allemaal schoon. Ik help. Ik ook. Laten we allemaal gaan helpen. Ach, dat zou geweldig zijn. Onthoud nou eens, Norbert. Alles heeft zijn tijd en alles heeft zijn plaats. Oké, Sam. Dat beloof ik. We hebben geloof ik een winnaar. Het wordt niks. Ik breng iedereen in gevaar. Het spijt me, baas. Maar ik ben te ziek voor deze redding. U moet Sam ophalen. Oké, Jenny. Blijf waar je bent. Er is hulp onderweg. Elvis, zeg tegen Tom dat hij de helikopter naar de kade brengt. Ik zorg dat Sam daar ook is. Doe ik, baas. Sam? Ja, commandant? Ah! Oh! Nou, zeg, dat was snel. Brandweerman Sam meldt zich, commandant. Wat is het noodgeval? Waarom ligt Neptune stil? Er is iets mis. Wat is er, Jenny? Ben je gewond? Nee, maar ik denk wel dat ik koorts heb. Eerst moet je hier weg. Excuses voor de vertraging. Jenny is ziek geworden. Is het ernstig? Maak je maar niet ongerust. Nou... laten we nu de schroef vrijmaken, dan sleep ik je weer terug naar de wal. Het spijt me zo. Ik had vandaag thuis moeten blijven. Hoewel ik je plichtsbesef waardeer, nam je veel risico door jezelf en anderen in gevaar te brengen. Weet ik. Ik zal het niet meer doen, baas. En het spijt me, Sam, dat ik je vrije dag verknald heb. Ach, ik was toch al onderweg. Het is moeilijk om thuis te blijven als je de beste baan van de wereld hebt. Daar heb je gelijk in, Sam. Gezondheid. Gezondheid. Als je vast zit, roep hem dan. Want hij helpt zo goed hij kan. Want hij staat altijd paraat. Brandweerman Sam, en hij is heel accuraat. Brandweerman Sam, hoe kort zijn nachtrust ook duurt. Sam.